Mooi, we zijn live, begrijp ik. Hartstikke goed. Mooi dat jullie er allemaal zijn, thuis en een aantal mensen hier om mij heen in de studio. Welkom bij een corona-editie van het Onderwatercafé. Vanavond over de Waddenzee, Swimway en Kraamkamer. Het is een corona-editie, want normaal zitten we in een café langs de kust in een van de drie provincies grenzend aan de Waddenzee. Maar corona gooit een beetje roet in het eten, dus de eerste drie die konden echt in een kroeg. En vanavond doen we een beetje net alsof hier aan een tafel met jullie allemaal thuis. Ik hoop dat jullie ook langs de koelkast zijn gelopen of het koffiezetapparaat. Wij hebben wel wat lekkere dingen op tafel staan. En hopen dat we er met elkaar een heel mooi ruim uur van gaan maken om te dromen over de onderwaternatuur van de Waddenzee. Ik ben Jaap Jeppa, ik mag jullie vanavond door het gesprek loodsen. En dat wordt nog wel een uitdaging, want het is voor ons allemaal een beetje wennen om het in zo'n setting als deze te doen. We zien jullie niet, jullie ons wel, we horen jullie niet, jullie ons wel. Maar we hebben een chatfunctie, die hebben jullie allemaal in de Zoom zitten. Dus op het moment dat er vragen zijn, kun je die gewoon via de chat indienen. En dan komen die hier bij mij op de telefoon ook weer binnen. Dus die kan ik dan delen ook met onze sprekers. En we hebben twee sprekers, één hier heel dicht bij me, Michiel Viret. Die neemt ons straks mee op een eerste onderwateravontuur langs een praatplaat. Om kennis te maken met bijvoorbeeld kiezelwieren en biobouwers en biobrekers. Jij neemt ons in die wondere wereld mee. En we hebben Wouter van der Heij en die zou hier zijn op de derde stoel aan tafel. Maar hij heeft deze week drie keer gehoest en dan ben je af. Dus dan moet je thuis blijven. Wouter zit thuis, net als jullie, in de studeerkamer, maar die hebben we via Microsoft Teams ingelogd en die wordt gedeeld met het scherm. Dus die heeft van alles bij zich staan om ons straks in een heel mooi verhaal ook mee te nemen over de rol van de Waddenzee in de levenscyclus van de vis. Dus die heeft daar een prachtig verhaal over. We gaan ook met hem in gesprek. Jullie kunnen ook daar je vragen weer over stellen. En hebben we hier nog één tafel over. Daar zit ook iemand aan, dat is Jan-Willem Spakman. Ik wijs die kant op en dan is de camera er ook. Dag Jan-Willem. Ja, we horen jou weer niet. Ik kan alleen horen dat jij nu hooi terugzegt. Maar Jan-Willem is cartoonist en die luistert heel goed wat er vanavond gebeurt. En die maakt daar een prachtige plaat van. Aan het eind van het programma, mogen we dan nu zeggen, komt hij hier zitten en ligt hij die praatplaat ook even toe. Die heeft hij ook van de eerdere drie onderwatercafés gemaakt, dus zo ontstaat er ook Een hele serie van in totaal 6 onderwatercafés met hele mooie praatplaten. Er zijn er dus na vanavond ook nog 2 te gaan. Dus als je straks denkt, ik word hier wel enthousiast van, dan kun je gewoon ook weer meedoen aan een van die 2 andere. Zoals het hoort in een kroeg, doen we het normaal ook dat we afronden met een pubquiz. Dat doen we nu ook. Dus dan wordt het echt even langs de koelkast hollen thuis. Straks nog 8 vragen tot besluit waar iedereen met zijn mobiele telefoon mee antwoord op kan geven en strijden voor een mooie prijs, mag ik wel zeggen. En dan komen we zo rond de klok van 8:15, 8:20, denk ik, aan het eind van een mooie informatieve avond. Michiel, want het was jullie er om te doen vanuit programma Rijke Waddenzee om een beetje op een vrolijke, laagdrempelige manier langs de kust te reizen en mensen kennis te laten maken met die onderwaterwereld, hè? De Waddenzee is natuurlijk een hele grote bak water, een hele grote bak modder. Ik realiseer me dat ik nog nooit onder water in die zee ben geweest. Nee. En heel veel met ons niet. En toch een heel groot deel van de natuur, maar ook ons gebruik, speelt zich onder water af. Ja. Dus op deze manier willen we graag wat meer aandacht geven aan wat speelt zich nou onder water af. We kunnen het niet altijd zien, maar we weten wel veel. En op die manier ook gewoon verwondering en nieuwsgierigheid. Ja, dus eigenlijk is dat wel grappig, hè? Die Waddenzee die kennen we allemaal goed. Maar vooral vaak van de beelden van daarboven, omdat we er met de veerboot overheen gaan. Of omdat we gericht zijn op de kopjes van zeehonden die net boven water steken. Of de vogel die naar beneden vliegt en een visje pakt. Ja. Het gekke is, de veerboot naar Texel, mm-hmm, die heeft allemaal sensoren eronder. Dus die laat, terwijl je oversteekt, zien wat er onder water gebeurt. Ja, mooi. Ja. Maar krijg het wel mee. Ja. Realiseer je wat je dan ziet. Ja. Veel te weinig nog. Dus de liefde een beetje leren krijgen voor die onderwaternatuur. En daar de verwondering. Zullen we met jou ons hoofd gewoon dan onder water steken? En dus langs die onderwondere wereld gaan? Ja, want jij neemt ons mee in een aantal
dia's, filmpjes van bijzondere dingen die we zien. Hè? Ook hiervoor geldt dat als iemand nou thuis denkt van, oh, maar dat wat Michiel Viret nu vertelt, daar heb ik een mooie anekdote over. Of ik heb daar een vraag bij. Aarzel niet om die dan even via de chat in te sturen, want dan pakken we die ook bij de kop. Hè? Ik hou mijn telefoon in de gaten. Maar jij ik wil graag ook het publiek vragen. Want ik weet ook niet alles. Nee? Echt, hè? Als we meer informatie uit de groep kunnen krijgen, graag. Heel goed. We doen de snorkel op en we gaan met je mee. Ja? Helemaal goed. Mooi. Even kijken of de PowerPoint het ook doet. Ja. Ja. Beginnen we toch met een saai plaatje. Want het is denk ik goed om ons te realiseren dat die Waddenzee, dat lijkt een bak water. Maar als je dan kijkt, en dat is allemaal werk van wetenschappers, hoeveel landschappen er in die 250.000 hectare, iets kleiner dan de provincie Zeeland als geheel, hoeveel in die 250.000 hectare, hoeveel land en landschappen er zijn. We gaan nu vooral naar de blauwe gedeeltes kijken. En wat je in die presentatie ook, wat je op die kaart ook ziet, er zijn allemaal verbindingen naar het achterland en naar de zee. Wouter gaat daar straks veel meer over vertellen. We weten al langer dat vogels langs de Waddenzee trekken naar Siberië en naar Afrika. En Wouter zal daar straks meer over vertellen. De swimway, vissen trekken ook. En niet alleen van buiten naar binnen, maar ook echt naar andere zeeën. Mm-hmm. Interactieweb. Links is heel schematisch weergegeven. We hebben heel veel fascinerende interacties in zo'n zee. Dat begint met gewoon de bodem. Dat begint met het getij twee keer per dag. De wind die er overheen gaat. De stormen die in één keer alles weer anders maken. Slip wat opwoelt en slip wat weer neerzakt. En al die dieren die erin leven, die hebben geleerd om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Het is een heel dynamisch en heel veranderlijk systeem. En ze hebben daar geleerd om mee om te gaan. En wij gaan er als mensen ook mee om. De visserman zou je kunnen zien als een soort collega van de zeehond. Want beide nemen vis uit het systeem. En het schema rechts die geeft dat ook een beetje aan. Er zitten allemaal lijntjes tussen van soorten die gegeten en gegeten worden. Maar soorten die ook invloed op elkaar uitoefenen. Als jij als zeehond de hele tijd daar rondzwemt, dan zal een ander, bijvoorbeeld de vis, die zal er wat wegblijven. Mm-hmm. Die voelt zich bedreigd. Dus dat complexe interactieweb, daar kunnen we nu niet dieper op ingaan. Nee. Maar als wij dingen vertellen, dan alles hangt met alles samen. We hebben 2 jaar geleden hebben we deze tekening laten maken door een Amerikaanse tekenaresse die dit heel goed kan. Publiceert ook vaak in Nature bij artikelen. Het is een samengestelde plaat met een ecoloog van ons die daarbij geholpen heeft. Wat zetten we allemaal op die plaat? Het is dus niet helemaal de werkelijkheid. Afstanden tussen waar soorten bij elkaar zitten verschilt wat. Maar wat belangrijk is dat we hier wel laten zien wat al die elementen van die Waddenzee zijn. En wat we gaan doen is even een paar dingen eruit lichten, zowel met wat plaatjes als wat filmpjes. Ja, want deze plaat die staat volgens mij ook online, hè, op jullie website. Hij staat online, ook in een hele hoge resolutie. Dus ik wil ook mensen adviseren, zoom een keer heel goed in, want er zijn echt heel veel mooie details getekend. Ja. Hij staat ook in de Bosatlas voor de Wadden. En daar met nummertjes erbij wat is. En dat helpt soms ook om even te begrijpen wat zie ik nou eigenlijk. Ja. Ik stel voor dat we aan het onderkant van het voedselweb dat we beginnen met de kiezelbieren. En dit is een filmpje, dus laat even luisteren en kijken. Als je naar deze wadplaat kijkt, denk je vooral zand en klei te zien. Verder niets bijzonders. Maar als je sterk inzoomt, dan zie je er microscopisch kleine algjes. Dit zijn kiezelwieren. Deze kiezelwieren, ook wel diatomeeën genoemd, bestaan uit veel verschillende soorten met de mooiste verschijningsvormen. Kiezelwieren zijn wereldwijd extreem talrijk, met vele miljarden alleen al op één wadplaat. Daarom zijn ze van grote betekenis en ze nemen evenveel CO2 op als alle regenwouden op aarde bij elkaar. Dit doen ze door fotosynthese. Van zonlicht maken ze zo hun eigen energie. Ze zijn dus fotoautotroof.
Naast zuurstof produceren ze voedingsstoffen zoals suikers. Een deel verbranden ze zelf. En de rest scheiden ze samen met eiwitten uit als slijm. Dit slijm plakt zandkorrels aan elkaar vast. De wadplaten zijn daardoor heel stevig en bestand tegen erosie door sterke stromingen. Zo'n glanzende sliklaag vol kiezelwier vormt mede de basis van al het leven in het Waddengebied. Zij zijn de primaire producenten in de voedselketen en worden gegeten door allerlei wormen en schelpdieren. Kiezelwieren zijn de belangrijkste bron van energie voor het hele Waddengebied. Ze zijn de zonnepanelen van dit ecosysteem. In ieder geval ook al, hè? De kleinste onderdeeltjes van het wat krijgen we te zien. Ja, dit is overigens allemaal werk van Ruben Smit, die geschoten heeft tijdens het maken van de film Wat. Toen ik die beelden zag, dacht ik van, hey, dat is heel vergelijkbaar met een grasland waar de koeien grazen. Mm-hmm. En de schelpdieren, en op deze plaats zien we ook een aantal schelpdieren, die steken hun sifonnetje, een slurfje, uit hun schelp en grazen dan die kiezelwieren weg, die algjes. En die moeten daar ook een hele goede strategie bij volgen. Van, word ik opgegeten door een vogel of kan ik nog snel even wat eten? Dus ik denk dat de kiezelwieren de metafoor van een grasveld. En dus daarmee de primaire producenten in het wat. De volgende is de groep van de biobouwers. Soorten in die Waddenzee die zorgen dat ze hun eigen omgeving veranderen. Gaan we ook even naar kijken. En ik wil vooral even inzoomen op de schelpkokerworm. Zometeen ook een filmpje van. Maar hier zit ook de kokkel. De kokkel is een biobreker. Daar gaan we straks nog even over hebben. Waarom een biobouwer? Een biobouwer die vangt eigenlijk slib in. Of zorgt ervoor dat hij andere structuren maakt. Waardoor hij eigenlijk zijn omgeving rustiger maakt. En dat betekent dat altijd in de omgeving van die biobouwers veel meer dieren en veel meer soorten aanwezig zijn dan daar waar een kale wadplaat is. Dit filmpje is een ruw filmpje van Ruben Smit. En het fascinerende, hier zie je dus die schelpkokerwormen. Je ziet ook zo'n krab er doorheen, dus je ziet ook even de maatvoering. Zo'n schelpkokerworm kan zo'n 30 centimeter worden, waarbij die zo'n 10 centimeter boven het maaiveld uit kan steken. Heel kwetsbaar. Dit vind ik heel fascinerend. Deze schelpkokerworm, die gooit biezesdraden uit. Draden die hij ver weggooit. En dan trekt hij die weer naar zich toe en daarmee trekt hij schelpjes naar zich toe en maakt hij dat kokertje. Je ziet ook al die haren, daarmee vangt hij zijn eten. En wetenschappers hebben gekeken van, heeft zo'n schelpkokerworm nou bijvoorbeeld last van garnalen? Beetje, hij wordt er een beetje door geplaagd. Want als er garnalen in de buurt is, dan trekt hij zijn draden in. Dus dan kan hij even niet eten. Maar hij wordt niet gegeten door die garnaal. Dus ze hebben wat last van elkaar, zitten elkaar wat te plagen. Maar kunnen verder ook prima naast elkaar leven. En dan hebben we de derden in het kleine grut op de wadbodem onder water. En dat zijn de biobrekers. En dan zie je wat grote schelpfragmenten daar in die tekening. Die zijn van de strandgapen. De strandgapen is oorspronkelijk een schelpdier van een centimeter of 10. Met een hele lange sifon die uit Amerika komt. We hebben het tegenwoordig over invasieve soorten die van buiten komen. Nou, 100 jaar geleden is die strandgaper dus al met toen de klippers meegekomen. Ik wil verder even nu ingaan op de wadpier. Even op deze tekening. Je ziet dat die wadpier diep zit. En daar gaat het filmpje ook voor een deel over. Okay. Op het wad zie je vaak vreemde hoopjes liggen. Poep van de wadpier. Zogenaamd pseudopoep, want het is alleen zand. Er leven soms wel meer dan 50 pieren in 1 vierkante meter wadbodem. De biodiversiteit is dus niet heel hoog, maar de biomassaliteit juist wel. Er leven weinig soorten, maar in grote aantallen. De wadpier heeft zich aangepast aan het Waddengebied door in de bodem te leven. Wist je dat deze worm kieuwen heeft die aan de buitenkant van zijn lijf zitten?
In de bodem heeft hij weinig last van schommelingen in temperatuur en zoutgehalte. En minstens zo belangrijk, hier is de kans kleiner om te worden opgegeten. Hij graaft een diepe, U-vormige buis de bodem in. Van onderaf eet de pier vervolgens kiezelwieren van de oppervlakte. Hij werkt met zijn uitstulpende mond het zand naar binnen. Na het eten komt de wadpier met zijn staartdeel naar boven en drukt zichzelf leeg. Op dat moment is hij een makkelijke prooi voor platvissen. Het graafwerk van de wadpier is een biotische factor in de wadplaat. Het voorziet de bodem van zuurstof, waardoor er andere dieren en micro-organismen kunnen leven. Zoveel wadpieren trekken natuurlijk veel vogels aan, die wel een manier hebben gevonden om de list van de wadpier te omzeilen. Mooi, hè? Het is ook wel een idee om een keer gewoon de hele avond filmpjes met jou te kijken. En dat jij er steeds iets over vertelt. Misschien. Dat kan, maar iedereen kan ook gewoon inloggen op wereldwad.nl. Ja. Want daar zijn die filmpjes, er zijn er meerdere te zien. Ja. En er is ook nog, en dan ben ik de naam even kwijt, droomfilmpjes. Die over het wat gaan. Dus er zijn allemaal van dit soort korte filmpjes die allemaal onderdelen uitleggen. Ik laat bewust even dit staan, want ik wil nog iets over die wadpier vertellen. Ik denk dat sportvissers het met me niet eens zullen zijn, maar die pieren, die zagers, alles wat in die bodem zit, die hebben een imagoprobleem. En ik las onlangs dat 77% van alle dieren op de aarde door de mens niet gewaardeerd wordt en een imagoprobleem hebben. We kennen de zoogdieren, we kennen de vogels, maar dit vinden we maar eng. Of de geleedpotigen, de garnalen, de krabben of de spinnen. Voelen we ons niet prettig bij. En sterker nog, Disney is er ook altijd mee bezig. Ja. Als je een enge film hebt, heb je een spinachtige. Dat wel nog even over die wadpier. Ja. We doen nog 3 plaatjes, Jaap, als daar nog tijd voor is. Ja, ik zit driftig mee te kijken, maar het kan echt. Ja, dus doe. Deze heb ik er even tussen gedaan. Wouter, ik hoop dat jij straks iets over de trek van de paling vertelt. Of dat in ieder geval even in je zwemverhaal meeneemt. Want de paling is typisch een trekvis die door die Waddenzee heen trekt. Mm-hmm. De schol kwam net al even voorbij. Een van die platvissen die pieren eet. Wat we op deze plaat ook zien is de gewone zeehond en we zien de kabeljauw. En beide zijn predatoren. Zitten hoog in het voedselweb en eten dus heel veel onder in het voedselweb. En die predatoren zijn heel erg nodig, want als je niet bovenin het voedselweb gegeten wordt, dan word je veeltallig. Dan ga je andere soorten weer verdringen en verstoort het evenwicht. Dat zien we in de oceanen. Er zijn minder haaien in de oceaan en dat betekent dat er meer inktvissen komen. Dus je krijgt een soort overpopulatie van inktvissen, omdat de predatoren ontbreken. De zeebaars staat hier prominent op. De zeebaars is een soort die langzamerhand vanuit het zuiden wat meer naar het noorden optrekt omdat het hier warmer wordt. Mm-hmm. Een hele lekkere vis en een aantal vissers op de Waddenzee vissen daar ook op. Maar elk jaar is heel verschillend. De ene jaar kan het heel goed zijn en nu hebben we weer een aantal jaren dat het heel slecht gaat met de zeebaars in de Waddenzee. Mm-hmm. Zeeprik zien we linksboven staan. De zeeprik komt uit het verre verleden, uit de prehistorie. Het is een parasiet. Hij heeft een ronde mond met allemaal tanden. In zee, een deel van zijn leven zit hij op de binnenwateren. Daar wordt hij groot, daar worden zijn eitjes ook gelegd. Ja. Dan gaat hij naar zee toe. In zee, dan hecht hij zich aan bijvoorbeeld een zeehond of aan een grote vis. En eet hij daarvan. Hij parasiteert eigenlijk op zo'n beest. Mm-hmm. Zwemt weer naar binnen en legt in het zoete water zijn eitjes neer en sterft dan. Een andere die ik hier leuk vind op dit plaatje, dat is het dikkopje. Het dikkopje is niet zo'n heel groot visje, maar die legt zijn eitjes. Nee, dat moet ik anders zeggen. Het mannetje maakt met schelpen of met keien een mooi nestje. Lokt vrouwtjes, net zoals vogels dat doen. Zorgt ervoor dat die vrouwtjes eieren leggen. Soms eet hij dat dikkopje ook een deel van die eitjes op, zodat een tweede vrouwtje haar eitjes er ook bij kan leggen. Daarna bewaakt het mannetje het nest totdat die eitjes wat groter worden. En op deze plaat het zeegras. We hebben in de Waddenzee 2 planten onder water, 2 zoute planten. Het groot zeegras en een klein zeegras. Onlangs in het nieuws dat na zoveel jaar onderzoek en proberen de terugkeer van het zeegras kansrijk lijkt te gaan worden. En waarom? Je ziet het hier al, dat zeegras, dat is ook zo'n biobouwer, biedt veel beschutting.
En een soort als de grote zeenaald, maar bijvoorbeeld ook het zeepaardje, wil graag in dat tussen dat zeegras verblijven. Mm-hmm. Ik schakel even door naar de laatste plaats. Ja? Hier zien we twee oesters op de plaat. De Japanse oester en de platte oester. De platte oester kwam oorspronkelijk in de Waddenzee voor. En we hebben vanuit het programma Rijke Waddenzee onderzoek laten doen. Is die er nog? De platte oester is ook zo'n biobouwer. Zit vooral onder water. Zorgt ook weer van een omgeving die voor andere soorten aantrekkelijk is. Mm-hmm. Is ook heel lekker om te eten. Maar zolang we nog te weinig exemplaren hebben, moeten we daar nog wat voorzichtiger mee zijn. Ja. Wat we in de Waddenzee zowel onder water als boven water veel zien, dat is de Japanse oester. Die is op een gegeven moment meegekomen door, vanuit de oesterkweek. Heeft zich zeer explosief kunnen ontwikkelen. We waren even bang dat hij ook de mosselbanken weg zou concurreren. Dat blijkt niet het geval te zijn. Hij biedt ook weer een plek voor mosselbanken. Dus dat zijn twee biobouws. En je ziet ook zo'n wierboompje wat er dan op groeit. Ja. Ik denk dat we het hierbij moeten laten, Jaap. Ja, mooi. Hartstikke mooi plaat. We kunnen hem dus allemaal bekijken op de website in ieder geval, ja. Meer in detail. We zien hem hier rondom ons ook afgebeeld. We zitten er wat dat betreft middenin, een soort aquarium vanavond hier. Nog even, hè, want als iemand nou vanavond meekijkt en die er niet zo in thuis is en je wil straks een beetje indruk maken op een verjaardag. Wat is het onderscheid nou precies tussen die biobouwers en de biobrekers? De biobouwers die maken hun omgeving. Dus die zorgen dat ze slip invangen, dat het zand blijft liggen. Of dat, ja. Kijk naar die Japanse oester, dat je echt een schelpdierbank, die kan soms een meter hoog worden, krijgt. Ja. Dus dat is echt bouwen, soms ook echt metselen. Ja. De biobreker zit meer in de bodem, maar met zijn gewoel, kijk naar die wadpier, maar ook kijk naar zijn kokkel. Ja. Die breekt eigenlijk de structuur van die bodem af. Dan komt er stroom overheen, of golven, of storm. Ja. En dan breekt die bodem over en dan krijg je dus eigenlijk weer een... Opnieuw dat die bodem zich moet gaan vormen. Oké, okay. Mooi. Dankjewel voor deze plaatjes. Ik denk dat iedereen gewoon ademloos heeft zitten meekijken. Want ik zie geen vragen binnenkomen. Dus dan gaan we toch naar Wouter. Want die zit ook gebiologeerd naar zijn beeldscherm te kijken. Wouter, ja. Welkom vanavond. Mooi dat je er bent. Je hebt speciaal een t-shirt met een vis aangetrokken, zie ik. Ja, ik dacht ik moet me eventjes goed presenteren. Heel goed, heel goed, heel goed. Hey, vertel even voor wie het niet precies weet, wie is Wouter van der Heij? Ja, ik denk dat ik een van die weinigen ben die eerder met de snorkel onder water keek dan met zijn verrekijker boven water. Dus ik heb altijd fascinatie gehad voor het onderwaterleven. Ja. Bijzonder de vissen. Ja. En werk... sinds een jaar of 10 voor de Waddenvereniging. En houden we bezig met allerlei vraagstukken die gaan over beheer van de onderwater. Ja, mooi. En nou zei Michiel dat aan het begin ook al. Hè? We kennen allemaal de vogeltrek, die kunnen we ook zien. Maar jij hebt je echt onder dat water verdiept. En ja, daar zit eigenlijk een hele metrostelsel van een swimway... Omdat vissen datzelfde doen als die vogels, maar wij zien dat niet. En jij probeert dat onzichtbare voor ons zichtbaar te maken, denk ik, hè? Nou, dat is de grote uitdaging. Om die metrostelsels, om dat metroplan zeg maar, in beeld te krijgen. Mm-hmm. En de parallel met vogels is heel strijkend, zeg maar. Die vogels hebben 100 jaar ervaring met ringen en met verrekijkers. En eerst zagen we ze in de Waddenzee en later zagen we ze in Afrika ook. Ja. En in Siberië zagen we ze ook. Ja. Lopen we wat dat betreft een eeuw achter op het visonderzoek als je dat vergelijkt met het vogelonderzoek? Nou, misschien wel. Ik denk dat we echt aan het begin staan van het gronden van die migratiepatronen. Mm-hmm. We weten verhalen over de aal en over andere vissoorten. Ja. Precies de vissoorten wat er zijn gebruikt, dat is nog best leuk. Ja, ja. Nou zijn jullie net met het Swimway project volgens mij begonnen, hè? Het is nog redelijk vers. Ik zag nog plaatjes op LinkedIn ook van jou onder andere op een boot met anderen. Maar dat is echt een van de eerste activiteiten volgens mij, of niet? Klopt. We zijn dit jaar begonnen met een 5-jarig project. Ja. Dus inderdaad wat meer inzicht krijgen in hoe vissen Waddenzee gebruiken. En afgelopen week zat ik inderdaad op een boot om te kijken van hoe
maken vissen nou gebruik van die schelpdierbanken? Ja. Welke vissoorten zijn dat? En, kunnen we dat goed onderzoeken? Ja, dus is het echt een kennisproject? Of hebben jullie bijvoorbeeld ook al verbindingen met andere partijen, zoals vissers of de beheerorganisaties? Hoe werkt dat? Het is een kennisproject. We proberen kennis te verwerven natuurlijk. We proberen meer inzicht te krijgen. Ja? Ja, die kennis zit voor een heel belangrijk deel natuurlijk bij beheerders, bij vissers en mensen die daar sinds jaren dag mee bezig zijn. Ja. Dus het is een project wat gaat over wetenschappelijke experimenten, maar net zo goed op het gesprek met mensen die vanuit ervaring van heel veel weten. Dat betekent in die zin dat de geschiedenis voor jullie ook belangrijk is, zeg maar de verhalen die vissers of beheerders je kunnen vertellen? Zeker, zeker. Ja. Ik hou ervan om in oude boeken en in zwart-wit foto's te bladeren, maar daar haal je al een hele hoop informatie uit. Ja, wat haal je daar dan bijvoorbeeld uit? Uit een oude zwart-wit foto? Wat voor soort foto? Nou, foto's van sportvissers op de Waddenzee met haaien die ze vangen. En dat is iets wat nu ondenkbaar is, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Af en toe worden er haaien gevangen, maar... Het was niet zo dat als je nu met een hengeltje in de Waddenzee uitwerpt, dat je meerdere haaien hebt. En je zegt... dus dingen veranderen. Ja. En het is interessant om te weten van, nou ja, wat was toen de tijd normaal en wat is er veranderd. Ja. En jullie gaan dat proberen nu uit te zetten met dat kennisproject. Volg je dan alle vissen, zeg maar even, die wij hier onder water zien? Of hebben jullie een paar soorten uitgekozen waar je dan op focust? Ja, we hebben. Het is een beetje zoeken voor ons. Dus we kunnen. Als je een net uitzet of je probeert met een fuik vissen te vangen, dat is niet zo dat je de een kunt vangen en de andere laten gaan. Nee. Dus, maar we hebben wel sommige soorten die we in het bijzonder volgen. En eentje heb ik hier. Ja, heel goed. Hey, ja. Mooi. Zulke mooie filmpjes als Michiel, maar misschien... Als je hem een beetje beweegt, dan is het net of die zwemt. Ja. Dit is een forel. Nou, dit is de zee. Vooral en iemand heeft hem heel mooi 3D geprint. Dus, ja. We gebruiken hem in klaslokalen met kinderen om meer te vertellen over vismigratie. En eigenlijk hebben we het dan over die zwembezen, over die migratiepatronen. Mm-hmm. Want dit is de zee vooral. En hier achter op mijn bord nog wat pijltjes. Ik kan van harte dat iedereen het kan volgen. Ik kan het best doen. Ja. Maar dit is eigenlijk de kern van ons project. Dus even kijken. Ja. Iets naar achteren, denk ik. We hebben nu veel licht erop. Ietsjes van zo is hij mooi. Ja, ja, heel goed. Nou, elk visje wordt geboren uit een eitje. En de zee vooral ook. Alleen. De zeevorel wordt zeker niet in de zee geboren. Dus een project waar ik bij betrokken ben gaat over de zeevorel. En dan zijn we bezig om paaihabitat, om goed habitat te krijgen voor zeevorellen. Maar dan land ik in Drenthe. Oh. Dus deze vissoort heeft een swimway waarbij die swimway start in Drentse Beek. En ik zal hem hier achter op het bord plakken. Oké. Dus de eitjes uit Drenthe. En, het eitje van de zeevorel. Ja. Het eitje van de zeevorel die kluit. Ja. En dan heeft hij habitat nodig. Dan heeft hij geen zeegras nodig, zoals we net hadden. Maar hij heeft eigenlijk kiezels nodig. Daar blijft hij lekker tussen zitten. En die vindt hij goed in de Drentse beken. En daar... blijft hij een tijdje. Enkele weken later, of enkele maanden later, hangt van hoeveel voedsel hij kan vinden daar. Is hij een centimeter of 10. Mooi donker gekleurd, mooi aangepast naar zijn omgeving. Iets donkerder water daar. Mm-hmm. Hij zit nog steeds in de Drentse Beek. Dus onze zee wel, heeft nog niks van de zee gezien. Nee. Dus die zitten we daar. Maar dan, na ongeveer een half jaar, dan trekt hij naar beneden. En voor die forellen uit Drenthe, die trekken langs de stad Groningen. Door de onlanden heen en gaan op weg naar het Blauwesmeer. En gaan daar de Waddenzee in. En die vissen maken dan een mooie transformatie door. Hij wordt in één keer
echt mooi zilverkleurig. Hm. En ook dat heeft de vis mooi donker gekleurd, onderkant licht gekleurd. Predatoren van boven zien een donkere rug. De roofvissen van zeehondjes een witte baan. Dus dat valt een beetje weg. Dus vandaar dat hij ook die kleur verandert. Oké, ja, want ik vroeg mij af, is dat een levensgevaarlijke tocht voor die zeeforel die hij onderneemt? Komen er maar een paar aan? Hoe link is het voor hem? Ja, het is ik had het, Michiel zei het net al, eten en gegeten worden. Dus ja. Ze moeten overal oppassen. Ja, hij moet wel tempo maken om... De beloning is groot bij zee te gaan. Ja. Want daar is het voedsel te vinden. Dus ja, dat brengt er echt om die kant. Ja, mooi. Dus hij is nog onderweg. Ze zijn dan ook relatief klein. Mm-hmm. En, maar dan dat groeispurt. Dus die zeeforellen worden dan in 2-3 jaar tijd een dikke halve meter groot, soms wat groter. Dus dan heb je echt een grote vis. Grotere vis. Mm-hmm. En dan is er iets in hem wat hem weer naar dat zoete water trekt. En het bijzondere van deze vis is dat hij iets kan ruiken of proeven uit welke beek die afkomstig is. Dus waar hij ook weer naar binnen moet. Okay. En met de zenders die ze in vissen plaatsen, zodat dus, dat vissen die uit hun systeem zijn getrokken een aantal jaar later weer binnenkomen. Okay. Dus met vogels doen we dat ringen. Mm-hmm. Vissen dat met kleine zendertjes. En die zendertjes die zitten in de buik van de vis. Okay. En alleen op die manier kunnen we ze volgen. Ja. Yeah. Mooi. Maar als die dikke vis dus weer naar binnen wil, ik ben bijna door mijn plaatjes heen hoor, dan in één keer zie je ook weer zijn kleur veranderen. Weer bruin. Ja. Gaat hij op weg naar Drenthe. En daar vindt weer paard. Ja. En dan, dus hij maakt echt eigenlijk een... Ja. De levenscyclus... Is het cirkeltje rond. Ja. Dus die eitjes... En zwembij gaat hier open. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus de over eitjes die, legt hij in Drenthe... Hij trekt door langs de stad Groningen, door de onlanden, door een wild gebied van Drenthe en Groningen in de richting van het Wad. Hoe lang blijft hij in de Waddenzee? Is hij daar een passant? Dat is een mooie vraag. Dat weet ik niet precies. We weten dat ze soms aangetroffen worden in netten over de Waddeneilanden. Ja. Maar de signalen van andere wereldzee is dat die zee vooral zeker ook wel in de Waddenzee zich moet opkomen. Okay. Er is veel voedsel te vinden. Yeah. Dus binnen ons project gaan we deze vissoort nadrukkelijk volgen. Okay. We gaan op het Wad ook netwerk van ontvangers plaatsen, zodat we die vissen niet alleen kunnen detecteren als Groningen passeert, maar ook op de Waddenzee zelf. Mooi. Hey, en zo'n hele cyclus, hè? Want ik zie dat iemand thuis zich dat ook afvraagt. In hoeveel tijd voltrekt zich nou zo'n hele cyclus? Heb je daar dat beeld van? Want hoe lang die dus op het Wad verbleef, zei je, ja, dat weten we nog niet precies. Het beeld van de cyclus in totaal wel? Nou, voor de zeeforel weten we dat hij na drie jaar weer voor het eerst terugkeert. Oké. Okay. Ja. En dat wil niet zeggen dat elke zeeforel dat doet, maar dat is ongeveer... voor deze vis wordt dan zo'n levenscyclus. Ja. Maar dan gebruikt hij dus de Waddenzee. Het verschilt heel sterk bij vissoort. Ja. Dus het is heel anders. Ja. Want deze gebruikt dan echt de Waddenzee als een leefgebied. Er zijn weer andere vissen die benutten hem misschien als kraamkamer. Of juist wel als paaiplaats. Wat voor vissen heb je dan nog meer daarbij in beeld? Want sommige zijn er heel lang. Dit is een voorbeeld van een trekvis. Hè? Zo'n vismigratiesoort waarvoor we heel veel dingen doen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de bot, een platvis, die brengt zijn hele leven door in de Waddenzee. Dus die wordt er geboren en wordt er volwassen. Ja. En plant zich er ook weer voort. Dus dat is weer een heel andere swimway. Ja. Zeebaars kwam net langs. Een soort die we vooral hier in de warme maanden vinden. Ja. Maar als het koud wordt, trekt hij weer richting het kanaal. Ja. Dus zo word ik altijd bevraagd over wat kunnen we doen om de visstand te verbeteren. Nou, ja. Moet je toch even beter kijken en goed doorgronden hoe die swimway van elke vissoort er in elkaar steekt. En pas dan kun je in de Waddenzee goede beslissingen nemen over wat je hier kunt doen. Ja. Om die Waddenzeevis weer wat te Ja, want dat betekent natuurlijk dat je ook dan
kijkt van wat zijn al die habitats daar onder water en wat doet dat voor een vis ook? Hè? Waar voelt hij zich misschien het meest thuis? In welk stukje? Precies, en dan kun je dus habitat beschermen of habitat herstellen. Omdat je weet, dit heeft die functie voor vis. Mm-hmm. Zo kijken we bijvoorbeeld naar kwelders. Kwelders van oudsher beheerd voor vegetatie en vogels. Yeah. Maar door die kwelders lopen kreekjes. Yeah. En wat er in die kreekjes gebeurt, dat is grotendeels onbekend. Yeah. En beheerders houden er in ieder geval geen rekening mee. Nee. Zo proberen we eigenlijk goed te kijken van hoe worden de randen van de Waddenzee beheerd. Hoe wordt de permanent onder water staande delen beheerd. Ja. En hoe zouden we dat beheer kunnen verbeteren? Ja, oké. En daar 5 jaar de tijd, zeg je? Want het is een Waddenfonds-project volgens mij, of niet? Gehonoreerd? Ja, Waddenfonds financiert verzet mee. Ja. En wat doen jullie dan bijvoorbeeld in de verschillende jaren nu? Want je bent nu aan het opzetten. Dus je noemde net even die boeien, hè, waar jullie mee werken. Dat is iets wat je nu als een soort raster uitzet, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld dit jaar kijken we hebben zenders en we hebben ontvangers. Ja. Maar wat is het bereik? Dus vanaf hoeveel meter kan zo'n ontvanger een gezenderd vis registreren? Mm-hmm. Dat zijn van die dingen waar we nu bezig zijn om volgend jaar dan een goede dekking te kunnen krijgen. Dus dan weten we op hoeveel afstand de ontvangers moeten ophangen om een taalbeeld te krijgen. Ja. Ik zie Michiel, maar heb jij ook een vraag? Ja, zenderen. Ja, ik weet niet of mijn microfoon aanstaat. Jawel. Ja. Ik was even benieuwd, want je noemde het de bot als platvis, maar de schol. De schol komt veel voor nu op de Noordzee, maar lijkt wat minder op de Waddenzee voor te komen. En er zijn wat signalen dat hij dus last heeft van temperatuurveranderingen. Zou je daar ook iets over kunnen vertellen? Want, zijn het de zeebaars gaat naar wat warmer water toe, maar volgens mij gaat de schol juist naar wat kouder water. Ja, nou, we kunnen natuurlijk kijken naar hoe we als mens omgaan met de Waddenzee, maar we hebben ook nog autonome ontwikkelingen. Zeker de temperatuur is een hele sturende factor in hoe vis de Waddenzee gebruikt. We zien dat de Waddenzee nog naar verhouding sneller opwarmt dan bijvoorbeeld de Noordzee of wat verder weg. Mm-hmm. En vissen reageert daar heel sterk op. Van de schol is bekend inderdaad dat hij tegen die grens aan zit. Dat hij de Waddenzee die normaal als kinderkaap gebruikt. Dus dat hij daar 1 of 2 jaar blijft om te groeien tot 1 centimeter of 10, 5. Mm-hmm. Maar dat hij nu al na een half jaar dieper water gaat. Ja. Omdat hem gewoon simpel te warm is. Ja, ik krijg hier ook een... Dan denk ik wel weer dat andere vissen op die plek ook. Ja. Precies. Ja. Even een vraag van iemand die naar de stream zit te kijken. Carolien, die vraagt zich af welke invloed stuwen en sluizen kunnen hebben op de trek van bijvoorbeeld de zeevoerel. Hè? Onderzoeken jullie dat ook? Hoe belemmeringen of hulpmiddelen... Dat is een een bekende barrière is dat. Dus binnen de projecten waar we naar streven met bijvoorbeeld een vismigratie via is de koppeling tussen Waddenzee en binnenwater vissen te herstellen. Ja. Het is essentieel dat ze die zwembeek volbrengen. Ja. Als ze hun paaigebieden niet bereiken, dan houdt het op, zeg maar. Ja. Dus dat is cruciaal. Ja. Daar steeds meer investeringen worden gedaan om eigenlijk al die barrières, al die sluizen, al die dijken passeerbaar te krijgen voor vis. Mm-hmm. Ja. Alleen nog weer leuke uitdagingen. Deze kan de goed zwemmen, maar het glasaaltje wat ook naar binnen toe. Een stuk minder goed zwemmen. Dus elke keer moet je weer goed kijken naar elke vissoort en wat die nodig heeft. Dus, Ja, want daar zitten ook de verschillen, denk ik, ook met overgang nog in. Van de een is meer zoetminnend, zeg maar, en de ander meer zoutminnend. Heeft dat ook nog weer van invloed op het tempo waarin ze reizen en wat ze onderweg ook nodig hebben om die trek te kunnen maken? Sommige soorten die houden ervan om zich even op te houden in brakke delen, dus de zoet-zout denging. Ja. De een houdt ervan om met elke vloedgolf een beetje te liften, zodat ze op die manier eigenlijk weinig energie verspillen. Ja. En zo'n krachtpad zoals deze, die zwemt gewoon heel hard tegen de stroming in. Die heeft zelfs tegenstroming nodig, dat weet je niet. Nee. Dus
Ja, ja. Ook heb je zijn eigen wensenlijstje. Ja. Nou, kan me ook voorstellen dat met vissen heb je, hè, want vogels kun je makkelijk ringen. Misschien met vissen heb je misschien wat andere belemmeringen. Jij zei al, als je een zendertje wil, dan moet hij in zijn buik zien terecht te komen. GPS werkt niet onder water. Hoe organiseer je dit? Want als ik ergens een rondje ga hardlopen, kan ik het intikken en kan ik het na afloop allemaal prachtig terugzien. Die vis zie je zo niet die zwemroute aan af, denk ik. Nee, dat is echt een hele grote uitdaging voor het volgen van dieren onder water. GPS doet het niet, dus dat vraagt dat je met sonar en met zenders en ontvangers werkt. Ja. Misschien is het parallel met vogels en ringen best wel groot. Dat je dus die dingen ook wel heel snel ontwikkelen. Ja. Je kunt nu bovenop wat grotere vissoorten, zeg maar bij de rugvin, ook zendertjes plaatsen die aan de buik kan zitten. Ja. En die verzamelen informatie over waar die vis zwemt, hoe diep die zit, welke temperatuur het is. Ja. Allerlei factoren die die verzamelt. Ja, en wetenschappers kunnen dan grofweg bepalen waar die zich heeft opgehaald. Ja. Oké, Michiel, want jij hebt wel wat aan het programmeren en zo. Ja, die na tijd weer loslaat. En dan stuurt hij zijn signalen weer naar een satelliet. Oké. Michiel, jij wou er ook iets over zeggen volgens mij nog. Ja, Peter Paul Schollema, visbioloog, zoetwaterbioloog bij waterschap Huns en Haas. Ja. Die doet heel veel aan ook het zenderen bijvoorbeeld van de stekelbuis. Hm. En de waterschap doet heel veel aan goed oeverbeheer. Dat het voor die vis aantrekkelijk is. Hm. Dus ook de vraag van, en maken die vis er ook gebruik van? Ja. Dat werd met fuiken gedaan. Ja. Maar die fuiken zet je in de rand van kanalen. Ja. En toen die ging zenderen, toen kwam hij erachter dat die stekelbaars, zo'n heel klein visje, dat hij op een gegeven moment dacht, het is hier helemaal niet leuk. Boerens-Tijlenskanaal bijvoorbeeld, ik wil door naar de ruit A. Hm? Dus die ging via de snelweg in het midden in een paar dagen doorzwemmen, in plaats van in die rand te blijven zitten. Ja, ja. Ja. Dus de manier van monitoren maakt dat je beter inzicht krijgt van, wat doet mijn beheer? Oké. Ja, je hebt het met het waterschap, zeg je het over aan de randen van het wat ook goed beheer. Jullie doen ook specifiek nog dingen in de kwelders, volgens mij, of niet, Wouter? Ja, dat is één specifiek habitat waar we heel erg in geïnteresseerd zijn. Ja? Omdat we dat ook op verschillende manieren kunnen beheren. Dus een van de dingen waar men in Duitsland achter kwam is, als je schapen tot aan de rand van de kwelderkreek laat grazen. Ja? Het gras weg laat halen, dan vallen er minder insectjes van dat overhangende gras in het water. Hmm. Dus is er minder voedsel voor vissen in het water. Okay. Dus je kon heel goed zien hoe begrazing van invloed was op het kwelderkreekje. Kijk, dat is geweldig. Dus je leert ook van het type begrazing wat boeren of natuurbeheerders toepassen, wat voor effect dat heeft op het succes van vissen in een bepaalde omgeving. Of voorkeuren. Ja. Ja, ja. Ja, dus niet alleen onder water kijken jullie? Je kijkt onder water en boven water? Ja, dat zijn dingen van hoe beheer je een kwelder. Hè? Dat gaat over vegetatie en over waterbeheer. Ja. Dus hou je water vast of laat je hem de kwelder leegstromen. Mm-hmm. Dat zijn de mooie knoppen, zoals ze dan genoemd worden, waar je als beheerder wel wat mee kunt doen. Ja. Dus je weet hoe vis de kwelder gebruikt, kun je daar ook je beheer op aanpassen. Ja. Precies eigenlijk wat Kiel net zei. Ja, nou is die Waddenzee groot, hè? En jullie hebben vast niet een heel groot team. Hoeveel onderzoekers zijn jullie? Die hiermee bezig zijn? Met 5 jonge onderzoekers hiermee aan de gang. 5 jonge onderzoekers. Je zegt jongen erbij alsof dat een. Is dat een extra kwaliteit? Of? Nee, maar jullie zijn. Ik vind het zelf mooi. Hè? We zijn met echt dingen aan het ondervinden, hele basisvragen stellen. Ja. Dus dat met jonge mensen die van over de hele wereld hier naartoe komen. Te gaan doen. Dat geeft mij wel energie. Dat vind ik leuk. Ja. Maar kunnen jullie dan met z'n vijven, kun je dat hele Waddengebied bijna, dat hele Nederlandse Waddengebied, zeg maar af? Of hebben jullie een paar specifieke plekken uitgekozen waarvan je die vakken uitzegt en zegt van dat monitoren we vooral? Of is het echt het geheel? Kijk, je kiest de plekken die exemplarisch zijn. Dus als je het goed doet, Dan vind je informatie over een bepaald habitat. Ja. En dan is de informatie beschikbaar in het Waddengebied van waar je dat habitat kunt aantrekken. Ja. Dus als je het goed doet, dan focus je heel erg op je proefgebied. Ja. En haal je daar informatie uit die voor het hele Waddengebied bruikbaar is. Ja. En jullie doen dat voor het Nederlandse Waddengebied. Is er
uitwisseling en ontwikkeling ook samen met bijvoorbeeld de Duitse en de Deense delen van het wat? Of is dat toekomstmuziek? Veel, wordt uiteraard maar uitgewisseld. En als je vissen zendert, dan kom je elkaar sowieso tegen. Dus ja. Ik weet dat vissen die door Peter Paul Schollema waren gezenderd. En Aal uiteindelijk in Belgische zendernetwerk opdook. Ja, ja. Dus op die manier ook. Ja. Heb je veld al contact. Maar zeker ook met de Duitse en Deense partners is er nadrukkelijk gesprek gaande over het beheer en het visbeheer. Ja, ja. Maar als een van jullie vissen zeg maar opduikt langs de Belgische kust en daar is iemand die ook monitort, dan krijg je wel een belletje van Wouter, we hebben er een van jullie hier in de buurt. Dat is wel de bedoeling. Ja, ja. Okay. We gebruiken allemaal dezelfde techniek. Ja? En, wij zeggen dan wel gekscherend dat dat de bijvangst is. Hè? Dus de bonusdata of de bijvangst. Dus Hartstikke dat mooi. Kunnen soms hele verrassende... Ja. Super, want Michiel, jullie hebben ook vanuit het programma Rijke Waddenzee volgens mij regelmatig ook de uitwisseling met de andere landen, hè, om dat trilateraal zeg maar ontwikkelingen te stimuleren. En daar gaat het toch ook wel over vis, heel specifiek, of niet? Ja, 2 jaar geleden hadden we de trilaterale ministersconferentie in Leeuwarden. Ja. En daar hebben de 3 landen, Duitsland, Denemarken en Nederland, een statement getekend van wij willen meer aandacht voor die zwemwee, voor die vis. Ja. Werk van Wouter en collega's zit daar natuurlijk ook al voor. En vanuit programma Rijke Waddenzee proberen we die community ook aan te jagen. Ja. Wat we merken in Nederland is er een hele interessante uitwisseling tussen wetenschappers, vissers, oeverbeheerders. Ja. Dat zijn we in Nederland redelijk gewend. In Duitsland is dat wat gescheiden, dus daar merk je dat de uitwisseling tussen wetenschappers goed gaat. Hmm. En dat de beheerders nog een beetje verleid moeten worden. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Oké. Okay. Hey Wouter, jij kunt nu dus 5 jaar vooruitkijken voor dit onderzoek. Ik kan me voorstellen, dat geeft een beetje rust in ieder geval. Hè? Want 5 jaar is toch best een tijd. Waar word je blij van als je zegt van als we dit nou over 5 jaar hebben bereikt, dan kijk ik met een hoop tevredenheid straks terug. Ja, als we toch een paar van die swimways beter in beeld krijgen. Dan met name van hoe die Waddenzee daarin past. Ja, ja, dat metrostelsel waar we mee begonnen. Dat je eigenlijk de tunnelbanen weet van hoe lopen ze en wie maken er gebruik van. Kijk, het eindplaatje is zo'n Oost-Atlantische vliegroute voor vogels. Hè? Dat je weet waar wordt er gebroed, waar wordt er gerust, waar wordt er gegeten, waar wordt er overwinterd. Ja. Eigenlijk zo'n plaatje dat ik hierachter heb gemaakt. Waar veel meer vissoorten goed Mooi. Dus we moeten eigenlijk over 5 jaar gewoon echt jou weer voor een scherm halen en dan kijken met een plaat achter jou hoe lopen de lijnen onder het wat door. Ja, het liefst die 5 jonge wetenschappers. Dan komen jullie gewoon met elkaar. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Ja, Michiel. Ja. Wouter, je had het over de bot als residentenvis, als vis die in de Waddenzee blijft. Ja. Zo zijn er nog een aantal vissen. Ik liet in het begin van mijn presentatie dat onderwaterlandschap zien in die kaart. Ja. En dat is denk ik een van de vragen waar ik blij van zou worden als Wouter klaar is. Van, wat is het gebruik ook van die Waddenzee zelf? Dus niet alleen welke trek door, maar ook wat is het gebruik in de Waddenzee? Want daar zitten ook een aantal hele fundamentele vragen. Die we bij de vogels natuurlijk ook gesteld hebben. Moeten we een vogel laten broeden? Moeten we hem rust geven? Die vraag zit natuurlijk bij vissen, maar ook bij al dat andere onderwater. Ook van, moeten we ze rust geven of niet? Heel goed. Mooi. Dus over 5 jaar met die 5 jonge onderzoekers aan tafel. En dan misschien wel weer gewoon ook in een zaal waar heel veel mensen bij zijn. Hè? Dat zou het nog leuker maken, Wouter. Hey, dankjewel voor jouw verhaal nu. Blijf nog even hangen. En dan hoop ik dat je ook je mobiele telefoon bij de hand hebt. Want dit was jouw bijdrage aan het café vanavond. En zoals het juiste en goede café betaamt, sluiten we af met een pubquiz. Voordat we dat gaan doen, wil ik even bij Jan-Willem Spakman kijken, want die is druk aan het tekenen. Jij hoeft hem volgens mij niet omhoog te houden, want ik kan even een camera op jou inzoomen, volgens mij. En dan krijgen we even het plaatje, of kan het niet? Nee? Ja, kan toch wel? Ja, kan wel, dacht ik. Hè? Ja, kijk. Ja, hè, ja. Kun je hem een beetje zo omhoog houden, dan kunnen we schuin al een beetje meekijken misschien? Ja. Ja, en nou een beetje optillen. Nou even optillen. Onderwatercafé, Groningen.
Ja, we zien er nog geen tekst bij. Weet je, we nemen je straks gewoon hier aan tafel en dan kunnen we alle details erbij bij zien. Ja, gaan we doen. Mooi. Dan gaan wij naar de pubquiz toe. Ik hoop dat iedereen meedoet. Wie nog niets te drinken heeft, ren even heel snel naar de koelkast. Pak je mobiele telefoon erbij en ga even naar de website kahoot.it. Of met de Kahoot-app als je dit soort dingen al vaker doet, want dan kun je hem gewoon aanklikken. En dan moet je een pin intoetsen, een nummer, om mee te doen aan ons eigen spel. En dat is 209-5141. En dan moet je je naam even intoetsen. We hebben één speler, zie ik staan, dat is Naniki. En dan moet je eigenlijk ook een naam gebruiken die we een beetje kunnen herkennen straks. Want als je nou de prijzenwinnaar bent, dan is het ook wel fijn als we weten waar de prijs heen moet. We gaan ook wel proberen om gewoon degene die straks wint naar voren te halen nog. Misschien lukt dat ook. Dit is serious business hoor. Ik heb 8 vragen voor me liggen. Niet zomaar wat. En dan gaan we kijken wat de echte specialist is vanavond op het gebied van de onderwaternatuur in de Waddenzee. Ik zie dat we nu 17 spelers 18, hebben. Mooi. 18, dat telt nog door. Dus ik wacht gewoon nog even. Nou, 30 seconden, denk ik. Want misschien doet ook niet iedereen mee. Dat kan, hè. Dat je denkt van straks val ik door de mand, want ik weet te weinig. Dat kan ook. Ik zie dat jij vanavond niet meedoet, Michiel. Want meestal doe jij wel een poging. Ik heb toch vorige keer gehoord dat ik niet meer mee mag doen. Nee. Ja, heel goed. 25 spelers nu. Hans Fix. Hey Hans. En wie is Waddenvis? Wat een mooie naam. Dat weet ik ook niet. Als die wint, kunnen we die even naar voren halen. No Nick, Just B hebben we ook. Heel goed. Mariette S, 28 spelers tel ik. Nou, ik tel nog tot 5 en dan gaan we gewoon beginnen. Dus dan moeten jullie je vingers aan de knop houden. 29. Als er nog een spijt op tand is, kan het, hè? 30 zou mooi zijn. Dus tik hem nog even in. Nee? Ja, 30. Ja. Heel goed. Wilma, welkom. Hartstikke mooi dat je ook meedoet. Superleuk. We hebben 30 spelers. We gaan gewoon beginnen. Jullie krijgen zo meteen een vraag in beeld. Ik lees hem ook even mee. Daar staan antwoordmogelijkheden bij. Ja, ik zeg dan misschien A, B, C en jullie zien daar figuurtjes bij. Je tikt gewoon de juiste aan. En het gaat erom dat je het niet alleen de goede aantikt, maar dat je het ook snel doet. Want het kan zijn dat op een gegeven moment veel mensen een vraag goed hebben en dan telt wie het snelst heeft gespeeld. Dus dit is echt serieus even. Ik zie Wouter, die heb ik in beeld. Dat is de enige van alle spelers die je kan zien. Die zit mij heel serieus aan te kijken. Die gaat echt voor de punten, denk ik, vanavond. Moet je niet gaan hoesten, want dan gaat het mis, hè? In je elleboog. We gaan naar vraag 1. Ja, ik pak hem erbij. Er zijn al allerlei bestaande maatregelen in de infrastructuur van waterwegen, zoals sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales, om blokkades in vistrekroutes op te heffen. Welke maatregel hoort er niet bij? Dus welke hoort er niet bij, hè? Visvriendelijk schut- en spuibeheer, aquaducten of vispassages? Dus welke hoort er niet bij? En dan zie je het cijfertje aftellen, hè? Je hebt nog 2 seconden nu. Hoppakee, invullen. Dan kijk ik even of we straks ook 30 reacties hebben. Dan gaan we een heel eind heen. Klopt, ja. Ja, dus dat klopt. Mooi. En welke er niet bij hoort, inderdaad, dat is de aquaducten. Dus dat hebben de meesten goed. Hartstikke mooi. Want schutbeheer zijn extra schuttingen als er geen scheepvaart is. Hè, speciaal om vissen te laten passeren. Vispassages zijn vishevels bijvoorbeeld, die in een sluis worden gemaakt. En een aquaduct, ja, dat is een kanaal boven de weg. En vissen kunnen wel rechtstreeks en onbelemmerd doorzwemmen, maar ja, die is niet gemaakt om ze te helpen. Het is gewoon een voor de mens. Ja. Ja, hartstikke goed. Dus dat hebben de meesten van jullie goed. We gaan naar vraag 2. Dit was dan een makkelijke misschien om te beginnen. Ik zie dat, kijk, als je kijkt naar de snelheid, dan hebben we Carolien en Wadde Wouter bovenaan staan. Dit gaat heel goed, Wouter. Zie je, we schlunderen. Heel mooi. Vraag 2. Welke leefomgeving gebruikt een diadrome vissoort? Tada! 2 keuzesmogelijkheden. Zoet- en zoutwater of zeegras en kwelderkreken.
Je hebt nog 10 seconden om hier heel diep over na te denken. Ik zie dat er 28 antwoorden zijn gegeven, 29 antwoorden zijn gegeven, dus we kunnen naar het resultaat. Het juiste antwoord is zoet en zout water, dat hebben de meesten weer goed. Het diadrome vissoort trouwens, dat is de verzamelnaam voor trekvis. En dan heb je anadrome vis, die wordt in zoet water geboren, heb ik geleerd. En die trekken naar de zee. En je hebt... Katadrome, goed opletten. Katadrome vis, en die wordt in zout water geboren en die trekt naar het zoete water toe. Mooi, we gaan naar de derde. Even kijken wie er bovenaan staat. Pam en Wouter krap daarachter. En ook Carolien nog. Dus we hebben een top 5 steeds in beeld, zie ik wel. Waddenvissen, die moeten nog even aantrekken. En Jo is hard gestegen. Ja, heel goed. Mooi. Nou, we gaan kijken wat vraag 3 gaat brengen. Het hoofddoel van de vismigratierivier is vistrek bevorderen. Wat is geen nevendoel van de vismigratierivier? Geen nevendoel, hè? Let op. Is dat bevorderen van biodiversiteit, recreatie, waterkwaliteit en waterveiligheid? Of zijn alle antwoorden goed? Dat kan natuurlijk ook. Welke zou jij voor gaan nu, Michiel? Ik zou voor waterkwaliteit en waterveiligheid gaan. Zou je dat hebben? Ja, dan was je af geweest, zie ik hier. Zie, gaat heel weer. Ja, want hier staat namelijk op mijn formuliertje. En dat heeft dus, want de meesten hadden hetzelfde gezegd als jij, zie ik wel. En de 8 die hebben gezegd dat alle antwoorden goed zijn, die hadden dit keer gelijk. Want het verbinden van de Zoute Waddenzee met het Zoete IJsselmeer verbetert de waterkwaliteit door verversing en uitwisseling met de getijdenstroom. Terwijl de waterveiligheid van de afsluitdijk behouden blijft door een stormvloedkering in de vispassage die kan worden afgesloten bij storm. En de flora en fauna in het IJsselmeer neemt toe met meer zouttolerante soorten door verschillende gradiënten in het zoutgehalte. En recreanten tenslotte, die kunnen de vistrek beleven vanaf een wandelpad onder de waterlijn. Dus alle antwoorden waren goed. Had je dat goed, Wouter? Nee, ik zie het. Nee, jammer. Ja, dat kun je zien ook in het resultaat nu. Wat een vis, met stip gestegen. Ja, naar 2683. En dan Peter daarachter met 2321. We zien na deze vraag wel een flinke wissel in het lijstje. Nikki is de hoogste klimmer. Die zit net nog onder de oppervlakte, nog net onder water, maar die komt. Ja, er kan nog van alles gebeuren. We zijn op de helft van onze quiz. We gaan naar vraag 4. Welke vissoort hoort niet in het rijtje thuis van soorten die paaien in zoet water en de rest van hun levenscyclus doorbrengen in zout water? Dus welke hoort er niet in thuis? Paling, rivierprik, zalm of zeeprik? Ik denk dat ik schat in. Wat had jij hier? Ik hou nog even mijn mond, want ze zijn nog bezig. Oh ja. Ja, welke had je? De paling. De paling, en dat was goed. Dus dat betekent toch dat een hele grote groep had gekozen voor de zalm, denk ik. Hè? Nee, voor de rivierprik. Voor de rivierprik, ja, precies. Maar de paling, ja, die paait in de Sargassozee. Ja. Dus dat... Dat hebben we allemaal op de lagere school geleerd, volgens mij. Dus als we heel goed hadden geluisterd, hè. Dus de paling is misschien wel, en dan komen we weer over die soorten terug, misschien wel de bekendste katadrome vis. Zout, was het dan. Naar zoet. Zout naar zoet. Ja. Ja, heel goed. Mooi, we gaan naar de 5e vraag. Even eerst het scorebord. Oh, Wadden-Wouter komt weer. Ja, Wadden-Wouter doet ook weer mee. Waddenvis nog steeds, die is vrij consequent heel hoog. En Mirjam is de hoogste klimmer, 14 plaatsen omhoog. Dat is ook niet verkeerd, hè? Mooi. We gaan naar vraag 5. Dus nog 4 te gaan. Hoe weet een trekvis de route naar en van het IJsselmeer en de toegang tot de migratierivier te vinden? Doet hij dat op het zicht, want heeft hij hele goede ogen? Heeft hij daar een neus voor? Zwemt hij mee met de getijdenstroom en drijft hij er als vanzelf naartoe? Of ziet hij op een gegeven moment een plek waar heel veel van zijn soortgenoten zijn en denkt hij, daar moet ik zijn? Welke van de 4 antwoordmogelijkheden schatten jullie hierin? 22 stuks hebben dat goed beantwoord, hè? Op de geur inderdaad. Dat is wel mooi. Trekvissen ruiken en proeven het zoute of zoet water, de zogenaamde lokstroom. Heel goed, doen jullie iets met die lokstroom nog om dat te bevorderen ook, dat je meer vissen...
kunt onderzoeken, Wouter? Of kun je dat niet beïnvloeden? Ja, binnen, ik ben toevallig ook met project vismigratie hier betrokken, maar daar gaat alles draait om lokstromen inderdaad. Dus vissen moeten de ingang van jouw vispassage vinden, dus dat is inderdaad heel belangrijk. Ja, hey, maar als jij betrokken bent bij die vismigratierivier, dan is vraag 6 een makje voor jou, denk ik. Want het gaat om die vismigratierivier bij de Afsluitdijk. We gaan eens kijken, Waddenvis staat nog steeds bovenaan. En No Nick Just B doet het ook helemaal niet verkeerd. Mirjam ook niet. Die hijgt in zijn nek. En Wadden Wouter, kom op. Volgende vraag is voor jou, hè. Vraag 6. Hoe lang wordt de vismigratierivier? 400 meter? Of 4 kilometer? 30 kilometer? Of 44 kilometer? 23 antwoorden staan er nu. En eens kijken hoe lang die wordt. Eens kijken of Wouter, kun jij ons zo meteen... Ja, we wachten nog even. Had jij het goed, Wouter? Gelukkig wel. Ja, want was het nog een beetje een instinker ook ergens? Want de afsluitdijk, hè, die 30 kilometer stonden bij. Zo lang is gewoon de hele afsluitdijk. Die is trouwens 90 meter breed, wist jij dat? Ja. Oké. Okay. En die vismigratierivier... Die is dus 4 kilometer lang. Maar weet je ook op wat voor oppervlak, Wouter? Voor de bonus? Hij is een harmonica gemaakt. Dus het is met elkaar gedrukt. Maar die lengte van de rivier is nodig om zoet en zout water goed te laten mengen. Ja, ja, ja. En de stroomsnelheid er niet te hoog te laten worden. En het is op een oppervlak van 400 bij 400 meter waar het zich afspeelt. Ja. Maar dan met hele scherpe bochten daarin. En... dat is ook wel mooi, want daar gaat de volgende vraag over. Ik vond het geweldig om te lezen. Dit is echt een voor verjaardagen ook. Hè? Als je dit weet, en hier kan je geweldige anekdotes over vertellen. Want waarom is die vismigratierivier zo lang en bochtig? Ik denk dat Jan-Willem hier ook nog wel wat mee kan. Is dat om te voorkomen dat vissen exploderen? Of is dat om te voorkomen dat vissen imploderen? Of is dat om ervoor te zorgen dat sterke en zwakke zwemmers... de rivier kunnen gebruiken, dus een soort level playing field te creëren, of zijn alle antwoorden goed? Jullie hebben alles al ingevuld, alle antwoorden goed, zeggen er 11 en dat klopt. Dus dat is mooi, maar ook 11 die iets anders dachten. Maar mooi, ik zal nog even voorlezen wat er bij staat. Kijk, wat, ik zie hem, ja, het is jammer dat we de anderen niet zien, maar wij hebben gewoon... Wouter van Heij, vol op het scherm voor ons zitten. En die zit gewoon echt zo tevreden te glunderen achter zijn bureau. Dat is wel mooi. Ja, en je bent Peter ook nog een eind voor. Dus het gaat om de eindsprint straks. Maar even nog de antwoorden op deze vraag. Hè, want alles was goed. Door de lengte zijn er gradiënten in zoet-zout. En door de bochten zijn er gradiënten in stroomsnelheid. En in de bocht verschilt de stroomsnelheid. Hard in de binnenbocht, zacht in de buitenbocht. Zodat sterke en zwakke zwemmers de rivier kunnen gebruiken. En de geleidelijke zoet-zoutovergang, dus die lengte, is ook weer nodig om te voorkomen dat vissen door osmose kunnen imploderen en exploderen. De osmose is een natuurlijk verschijnsel waarbij een vloeistof met een halfdoorlatende celwand stroomt van een gebied met een lage concentratie stoffen naar een gebied met een hoge concentratie stoffen. Geweldig leerzaam ook, hè? In zoutwater zit een hogere concentratie stoffen dan in zoetwater. Daardoor implodeert een vis bij plotselinge verhoging van het zoutgehalte... en hij explodeert bij een plotselinge verlaging van het zoutgehalte. Ik had geen idee. Jij wel? Of is dat heel dom van mij dat ik dat niet weet? Nee, dat is voor mij ook best wel nieuwe informatie. Ja, ergens weet ik het wel, maar dan komt het weer boven. Ja. Ik realiseer me, maar misschien kan Wouter daar nog meer over vertellen. Die lengte hebben we ook nodig om te zorgen dat de getijdengolf van zoutwater niet in het IJsselmeer komt. Want dat is ook onze drinkwaterbuffer. Okay. Ja. Het is een ontwerpopgave was van we durven het zout binnen te laten. Ja. Totdat het getij uitgelopen is in die zes uur. Ja. En dan gaat de app weer lopen en dan loopt die weer leeg. Kijk. Dus het zoute water komt niet. Er komt niet meer zoutwater in dan wij voor ons gebruik van het IJsselmeer nodig hebben. Okay. Nou, kijk, Wouter. Mooi. Heel goed. We hebben nog één vraag te gaan. En eigenlijk, ja, we moeten Wouter gewoon disqualificeren. Want dit gaat hij natuurlijk allemaal weten. Hè. Die gaat straks gewoon met een dubbel prijzenpakket de deur uit hier. Helemaal goed. We nemen één vraag nog erbij. Wanneer wordt de vismigratierivier
in gebruik genomen? Is dat in 2021, in 2023, in 2025 of in 2027? Wanneer wordt die in gebruik genomen? Er wordt nu gebouwd, hè? Er wordt aan gewerkt. Ja. Maar wanneer wordt die in gebruik genomen? En dan hebben de meesten neergezet in 2023. En dat is goed. Want hij wordt nu gebouwd, maar de eerste vissen zwemmen er in 2023 doorheen. We gaan naar de score kijken om te zien wie er heeft gewonnen. Tadaa! Die op nummer 3. Op nummer 2. Wat een Wouter! En op nummer 1. Ja. Tada. Wat gaan we zien? Wat een vis! Maar nou, ik heb geen idee wie Wat een vis natuurlijk is, hè? Runners-up. EPK op nummer 4 en Suzanne op nummer 5. Wat een vis, zie je hem eens dansen daarboven, ook boven in het scherm. Hebben we ook op de een of andere manier een mogelijkheid om te achterhalen wie Wat een vis is en of we die dichterbij... Misschien heb ik er wel een appje over inderdaad, ik ga eens kijken. Kan Wat een vis even chatten? Niet. Ja, chat is Wat een vis, laat eens even via de chat horen wie je bent. Want anders mis je misschien ook wel een geweldige prijs, hè? Want ik heb nog iets weg te geven nu. En dat is zeer zeker de moeite waard. Hebben we Wat een vis? Ik krijg nog niks. Hallo, Wat een vis. Wie hoor je? Wat een vis? Ja, dit is Wat een vis. Heel goed. Wie is Wat, alleen op geluid en ik heb er geen beeld bij, maar wie is Wat een vis? Ja. Ik ben Lies van Nieuwenburg. Werkzaam bij Rijkswaterstaat, collega geweest van Wouter van der Heij. Ja. Kijk, ja, je hebt het heel goed gedaan. Hè. Dat is ja, en ik heb zelf één vraag gemist. Ja. Ja, ik heb vraag 7 gemist en toen dacht ik van, nu is het gebeurd. Maar toch niet. Nee. Was de verrassing groot? Nou, we hebben een prachtige prijs voor je. Ik weet niet of je dat door hebt. Daar wordt trouwens nog... Want je moet even een mailtje nog sturen. Of je contactgegevens staan wel op de deelnemerslijst. Hè? Dus die vinden we moeiteloos. Want je krijgt als prijs een watbeleving met de Goede Vissers van Barbara Rodeburg. Leuk! En, dat wordt hartstikke mooi. En hoe en wanneer precies, dat weet ik niet. Want daar krijg je een uitnodiging voor, tezamen met de winnaar straks ook van de twee andere cafés die nog gaan komen. Maar dat wordt een hele mooie beleving. Dus gefeliciteerd. Dank je wel. Echt heel leuk. Nou, hartstikke mooi. Onverwacht. En leuk dat je me konden horen in ieder geval. Hartstikke mooi. En geniet van de prijs. En dan, we zien de volgende. Dus graag tegemoet als er mooie plaatjes ook van te schieten zijn in een volgend café. Dankjewel. Komt helemaal goed. Mooi. Ja. Hoi. Hey, en dan voordat ik, want ik wil zo direct ook naar Jan-Willem Spakman, want die komt hier straks met zijn tekening even aan tafel zitten. Ook eerst nog even naar Wouter, hè, want die heeft koortsachtig zijn best gedaan met ons om toch succesvol ook vanavond deel te nemen. Niet hier aan tafel te zitten, maar wel het verhaal te doen. Ik heb voor jou ook een pakketje hier staan. Dat zie jij misschien nog even op de camera en zo. Daar zit van alles lekkers in. Dus dat komt naar je toe. Als dank voor het aangenaam verpozen. Dus met heel veel dank voor jouw bijdrage en je mooie verhaal. En tot over 5 jaar in ieder geval. Want dan willen we in geuren en kleuren terug horen wat jullie allemaal hebben opgehaald. Ja, hartstikke goed. Ja. Dan gaan wij nu nog even naar Jan-Willem. Kom anders even aan tafel zitten, want dan hebben we jou ook gewoon in beeld. Ik ben benieuwd wat Jan-Willem weer gemaakt heeft. Ja. Want doorgaans maak jij een plaat en dan zitten daar naast een paar mooie verhalen ook een paar kleine geintjes in verstopt. Hè? Ja, zeker. Ik zit even te kijken. Nee, andersom. Want was het een beetje voor jou te doen? Want normaal zitten we ergens in een café en dan heb je veel meer de interactie ook met mensen in de omgeving. Was dat moeilijk? Het was natuurlijk sowieso vandaag wat minder lang dan normaal gesproken. Ja, ja. Dus je moest sneller. Moest ik wat sneller inderdaad. Je bent wat klaar. Het is helemaal weer op tijd afgekomen. Ja, ja. Maar, mooi.
Dus ja, was hartstikke leuk, zeker. Hoi. Ik wil even een tip van de regie. Welke camera... Ja, volgens mij moet hij hem zelf voor zich houden. Ja. En dan krijgen we volgens mij die camera, ja. Waar hij dan... Zoiets. Ja. Mooi. Kijk, top. Ho. Beetje hoger. Ja. Mooi. Kan je hem zo aanwijzen? Het vierde onderwatercafé. ik zie hier nog, hebben jullie goed opgelet? Dat is de Kahoot, neem ik aan, de quiz. Ze hebben mijn grootte toch iets overschat. Dat is die fors doorzwemmende zeeforel. Die na een flinke tocht door de onlanden langs Groningen vanuit het Drentse, waar die als eitje vandaan kwam, een barre tocht heeft gemaakt. Hier krijgen we nog die drolletjes van die wormen die uit jouw verhaal kwamen. Ja, en hier links. Le ciné pas une merde staat daarbij. Dankjewel. En hier links. Ja. Bob de Bouwer, hè? Biobouwers kunnen wij eens maken. Ja, nou, Rolf. Ja. Hartstikke goed. Ik heb dat liedje onder water nog niet gehoord, maar... Nee. En dit is ook mooi, hè, Wouter? Maken ze elkaar ook het hof, die zeeforellen, in de Waddenzee? Weet je dat al? Want deze twee wel, in ieder geval, hè? Zie je, hey schoonheid, je doet me denken aan een Drentse, aan Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, mooi. De Belgen luisteren mee. Niet zo leuk. Ja, hartstikke fijn. Hey, deze plaat, die scannen we ook weer prachtig in, hè? En die komt ook weer op de website te staan. Naast al die andere platen. Ja. Dus daarmee ontstaat ook een mooi overzicht van wat er in al die cafés besproken is. Fijn dat jij weer meetekende. Je bent er de volgende keer ook gewoon weer bij. Ja, neem ik aan, je hoort erbij. Ja, zeker. Helemaal goed. En er zijn twee volgende keren. Volgens mij komen die ook bij mensen thuis ook op het scherm. Hè. 8 oktober. Dan gaat het over de vraag van waar onder water boven water wordt. Met Siska van Geer. Die is watvader en fotograaf. Ja. Dus die neemt ons mee met haar belevenissen, met heel veel beeldmateriaal ook. Ik zag ook al dat zich daar heel veel mensen voor hebben aangemeld voor die bijeenkomst, een stuk of 50. Dus iedereen die dat nog niet heeft gedaan of mensen kent, het mag. Ja, wees erbij. En op 21 oktober hebben we er dan ook nog weer eentje. Die 8 oktober trouwens, was dat niet vanaf Harlingen? Ja, 8 oktober is in het Anthropogebouw in Harlingen. Ja. Maar ook weer in zo'n studio setting. Zo'n studio als dit, ja. En 21 oktober weet ik eigenlijk niet waar. 21 oktober zijn we volgens mij gewoon weer hier, zeg ik al. Dat is eigenlijk helemaal niet gewoon. Maar dan is plankton en het ecosysteem met Barbara Rodenburg ons onderwerp van gesprek. Dus... Ja, en ik wil daar even een pleidooi voor houden. Overigens, de foto's van Siska zijn ook hartstikke mooi. Ja. Maar dat plankton, we hebben net even een foto van het kiezelwier gezien. Ja. Dat plankton, dat is zo fascinerend in zijn vormen, in zijn kleuren. En hoe dat dan werkt. Dus ja, ik vermoed dat Barbara ons hele mooie plaatje laat zien. En zij hebben ook dus excursies planktonvissen. Om te kijken van wat komen we tegen. Heel mooi. Ja. We kunnen het bijna niet afwachten, zeg maar. Daarom. Top. Ja. Was het maar vast 21 oktober. Allemaal heel veel dank. In het bijzonder Wouter ook voor je bijdrage. Vanaf de zolderkamer toch aanwezig. Hartstikke goed, want we waren even bang toen je zei ik ben ziek. Van ik mag niet komen, straks valt het in duigen. Goed dat je er was, heel veel dank. Heel veel dank iedereen die van achter zijn beeldscherm thuis ook heeft meegekeken, meegedaan. Jullie hier aan tafel, was geweldig. En dit ging voor een eerste keer zo met elkaar op deze manier ook wel weer goed. Hè? Het is wat anders dan de kroeg. Wij gaan aan de zoutstengels en we drinken de restjes bier op. En de techniek bedankt. En de techniek heel veel dank. Ja, mooi. Hey, tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie er allemaal weer bij zijn dan. Tot ziens. Hoi.